Welkom bij Effen na Geffen. Welkom in Geffen vandaag. Nou, we hebben in ieder geval gebid voor mooi weer. Dus ik denk dat het wel goed komt. Oké. En een bakkersfiets. Een bakkersfiets is eigenlijk een gewone herenfiets met een zo'n voorrek. Alleen tegenwoordig zijn het allemaal neppers natuurlijk. Hè. De fietsmarkt verkopen allemaal neppers tegenwoordig. Maar de opzet is van een bakkersfiets, dat is veel volume, maar weinig gewicht. Dus dat kan meesturen. En als je nou een slagersfiets hebt, dat is weinig volume en veel gewicht. Dus we lopen verder. Het frame is gewoon één geheel en de wielen sturen gewoon vrij onderdoor. Dus en vandaag ben ik slager. Ja. Wij zijn van Wensdammelands Brabant en wij brengen hele zieke mensen die niet of nauwelijks kunnen lopen, die brengen wij overal naartoe. En dat is een gratis service. Het is dus kosteloos, belangeloos. Roept u maar, belt u maar, mailt u maar en we komen voorgereden. Welkom op deze hele mooie dag in Effen nog Effen. In de oliebollenkroon staat een vriendelijk mens. En daar ruurt en daar bakt alles bruin. Oliebollen met krenten en appelbouillets. En een mens kan niet blijer meer zijn. Of toch in je dans staat gewit nog wel doen. Mag ik deze dans alsjeblieft? Het orkest daar zet in en vanaf het begin waarde. Toen de tijd meest voor verliep. Met de wedstrijdspanning van het moet wel goed gaan. Dan kom ik hier langs en dan zie ik de voorzitter de kleinste details pakken. Die ligt hier op zijn knieën met een schroevendraaier om nog een schroef hier in die platen te leggen. Vooraan staat Ad van Rijden. Doet dit jaar misschien voor de laatste keer, heb ik ergens gelezen. Directeur van de school. Jeff vanavond het jaar, vorig jaar, meneer Peters. Harry vriend me. Geffenaar 2019, 2018 was dat, hè? 2019, Geffenaar van het jaar staat er langs, Ferry Verhoeven. En die wil ik dadelijk een dikke applaus in haar. Ja, Ferry staat eigenlijk niet in de goede positie, want ik was de jury aan het voorleggen. Dus het maakt niet uit. Ik kom dadelijk bij jou nog even terug, want ik wil Ferry natuurlijk nog even extra in de sommetje zetten. Hetty staat langs, zijn vrouw, dus we komen dadelijk bij jou terug. Tony van Erp. Die staat er ook bij namens Dorpsraad, dat jij in de jury. En daarnaast staat Olly van der Dussen, koningin van het Gilde voor dit jaar. Succes. En daarnaast Rini van Akker, en een bekende in het dorp. En we hebben hem gevraagd om de jury te vervolgen. Dan ziet u inderdaad dat ik er nog eentje overhoud. En die is voor Ferry. Ferry, zou je even een stapje naar voren willen doen? Fijn dat je bij de club van Geffenaren van het jaar bij komt. Dat is altijd wel gezellig. Ik wil graag ook nog een krentenbrood aan jou geven. Dankjewel. Sunset.
Jullie kenden dit, hè? Schokkelaar. Ja. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Goed zo. Het wordt gemaakt in Tilburg. Daar komt het ook echt vandaan. Elke schokkelaar die overal komt, die komt echt uit Tilburg. En ja, de verdachte Jan was hier. En deze verdachte op de markt gebracht. Bedacht hij dan Massing toen hij de liqueur wilde bedenken. En dat heeft hij gemaakt van een aantal homeopathische middelen. Die heeft hij gemixt. Omdat hij zelf maagklachten had. En toen dacht hij van nou, dat wil ik wel een eigen drankje. Toen heeft hij dat drankje gemixt. En toen kwam hij uiteindelijk bij Schrobbelen. En dat heeft hij aan al zijn vrienden en familie geschonken. En iedereen vond het eigenlijk zo lekker dat ze dachten van ja, maar dit willen we. Meer van gaan maken. Dus toen heeft uiteindelijk Isidor Jonkers. Ies Jonkers heeft het drankje helemaal ontleend. En toen kwamen daar 43 kruiden uit. En ja, dat is de Schrobbelair. Tot de dag van vandaag nog steeds. Wat ik hier doe, op de bus wachten en met mensen praten om, over het oude beroep van mij, hè, van de melkwagen. Dat is hem, ja. Dat is hem, ja. Had je er vroeger ook gereden? Ja. Niet deze, maar een andere, maar ik bedoel maar, ik heb melk gereden vroeger, rond Amsterdam. Maar niet bier. Nee, bier zijn we nog niet doorheen. Daar gaat nou ook maar honing, hè? Ja, dit is bijna allemaal honing. Ja. Over there.
hebben mogen doen. Ja, dat snap ik. En jullie komen. En een hele mooie dag. Fantastisch wat hebben we. Wij denken het wel! Wij denken het wel! Zijn jullie er zo goed? Dat zou mooi zijn, hè? Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Daar gaan we, hè? Komt ie of komt ie niet? Ja! Van meer. Van meer. Kom even aaien. Jezus. 1,50. En een Albert Heijn boodschappen. Ja, die 2 euro langer zitten. Nou, dankjewel. En wilt u eentje met kleurtje of zonder? Maakt mij niet uit. Kan die wel vliegen? Een beetje. Niet te luchten. Nee. Maar wel tot op het dak kan hij toch wel komen. Wat is dit voor een? Een king, een witte king. Een witte king, oh, ja. Ik ben van de vereniging Wheels. We zijn een vereniging die opgericht is in het zuiden van het land. Momenteel hebben we 600 leden, maar die zitten dus door het hele land verspreid. We hebben leden in Noord-Holland, in Achterhoek, overal. De grootste concentratie zit in een cirkel van 100 kilometer rond Eindhoven. Wij doen onder andere het opluisteren van dit soort activiteiten en evenementen. Dit jaar is het nu bij ons ontzettend druk vanwege het feit dat 75 jaar geleden is dat deze regio is bevrijd. Binnenkort zijn we dus ook in Simmerkier-Kerstel en in Den Bosch en in Schijndel. Daarnaast is de vereniging die heel veel evenementen en ook ritten organiseert. Dit jaar ons 30-jarig jubileum gevierd. En vandaag hebben we een hele mooie dag hier met 12 voertuigen in Effen naar Geffen. Landschap weer ons. We zijn 20 jaar geleden zijn wij begonnen met een kleine groep om de natuur in Os een beetje op te knappen. Vooral de gebieden waar de gemeente dus geen geld of geen mensen meer voor had. Dus we zijn begonnen een klein gebiedje van bij de Dokvallaan, bij het Vierwindenbos, bij het putje. En later zijn we ook in de Stel, dat is het gebied tussen de Rijksweg en de bebouwing van Horst, de Witte Hoef, zijn we begonnen met daar een groot gebied in onderhoud te nemen. We hebben een hopveld waar we hop maken voor bierbrouwers, thuisbrouwers en ook voor de commerciële brouwers. Nou, vetklep loopt een storm aan. Hoe heet die? Hij vlaat dus niet voor mannen. Ik heb een vetklep, hè? Annika, babyvarkens! Bijten ze? Nee. Bijna nooit. Bijna nooit. Rolling on the river. Because I'm
gaat, u gaat het zien, hij gaat draaien. Is de ploeg klaar? Ja. Gaat erop. €5. Geen probleem, wij zijn blij met €5. Dat is voor je doel, dames en heren. Helaas zijn er sommige kinderen waarvoor de toekomst wat verder in het verschiet ligt. En soms misschien wel helemaal geen toekomst heeft. €30, daar die meneer met die blauwe blouse aan. €30! Yes, 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 yes. Moet het gaan kosten? €50! Oh! €50 voor die kinderen. €50. Daar, Johan. Lieve en beste FNGF'en bezoekers. Het is onvoorstelbaar welke dag wij weer meegemaakt hebben. Wij genieten. Jan van Ravenstein als oprichter. Bert van Laarhoven en ondergetekende. Wij met z'n drieën weer een geweldige dag. Genoten. Het loopt op zijn einde. Het wordt bijna 5:00. Jan, jij bedankt voor alle registratie en alles wat je gedaan hebt. En jongens, luister, dit evenement zoals het er nou staat, moet en zal ook blijven bestaan. Wij danken jullie allemaal hartstikke voor het bezoek. En ik kan maar één ding zeggen, uiteraard tot volgend jaar. Tot ziens!